Hey, ik ben Shema en in deze line-up video ga ik je wat meer vertellen over de Dyson Airwrap. En ik ga je heel eerlijk zeggen, ik kijk echt al super lang uit naar het maken van deze video. Nou, voor wie hem nog niet kent, wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen, maar dit is een van de meest populaire hair tools op dit moment. Het is een multistyler waarmee je verschillende haarstijlen kan creëren. Hij is geschikt voor elk haartype en dankzij de hittecontroletechnologie vindt er geen hitteschade plaats tijdens het stylen. Zoals altijd bij Dyson ben ik ook nu bij de Airwrap weer super enthousiast over het design. Hij ziet er super strak en futuristisch uit. En zoals je hier kan zien is hij dus heel gemakkelijk in gebruik. Er zijn 3 knopjes. 1 waarmee je de snelheid van de luchtstroom kan aanpassen. Temperatuurregeling en de koude stand. Deze is vooral om de krul te fixeren nadat het haar gedroogd is. In deze video heb ik 3 varianten van de Airwrap. De Complete is voor half lang en kort haar. Complete Long is uiteraard voor lang haar en denk hierbij aan haar wat over je schouders valt. En de Complete Long Diffuse is natuurlijk voor all my curly people out there. Op basis van je eigen haar kun je dus 1 van deze modellen kiezen. En dat komt omdat je allemaal verschillende accessoires meegeleverd krijgt. Ik begin eerst even met de Airwrap Complete Long. En dat doe ik omdat mijn collega Megan model wil staan voor deze video. En zij heeft lang haar, dus dan is dit model het meest geschikt voor haar. Bij alle 3 de Airwraps krijg je naar mijn mening een heel interessant opzetstuk. Namelijk de gladmakende haardroger met Kawanda effect. Dit opzetstuk heeft 2 functies. Je kan je haar er uiteraard mee drogen. En dit is eigenlijk de eerste stap van elke Airwrap haarroutine. Je föhnt je haar tot het ongeveer 80% droog is. En in de flyaway stand kun je nadat je je haar in model hebt gebracht, je haar nog even een finishing touch geven. Dat doe je met dit opzetstuk, want hiermee kun je namelijk opspringende haren verbergen door middel van het Kawanda effect. Het Kawanda effect zorgt ervoor dat het haar wordt aangetrokken naar het oppervlak van de opzetstukken. En in het geval van bijvoorbeeld de multidirectioneel opzetstuk, wordt het haar dus rond de oppervlak aangetrokken en wordt er door middel van luchtstroom en krul in het haar gevormd. Verder krijg je 2 opzetstukken meegeleverd waarmee je je haar kan krullen. Je kan kiezen tussen de doorsneden van 30 of 40 mm en dat hangt dan weer af van hoe groot jij de krul wil hebben. De ronde volumeborstel. Met dit opzetstuk kun je een hele mooie blow-out creëren. De zachte en de stevige gladmakende borstel. Het verschil zit hem voornamelijk in de stevigheid van de haartjes. De zachte is vooral geschikt voor mensen met fijn haar. En de stevige is voor mensen met wat dikker haar. En tot slot krijg je er natuurlijk ook een reinigingsborstel bij om je Airwrap zo lang mogelijk mee te kunnen laten gaan. En let op, want wanneer er een rood lampje gaat knipperen, is het tijd om de filters schoon te maken. En dit kun je dan doen met deze borstel. Bij de Airwrap Complete krijg je in principe dezelfde accessoires meegeleverd. Maar dit model is geschikt voor mensen met half lang en kort haar. Omdat de opzetstukken waarmee je bijvoorbeeld je haar krult wat minder lang zijn dan bij de Complete Long versie. En tot slot de Airwrap Complete Long Diffuse. En je ziet gelijk aan de opzetstukken dat ze allemaal gericht zijn op mensen met krullend haar. Je krijgt net zoals de andere modellen een lang opzetstuk met een doorsnede van 30 mm. Een stevige gladmakende borstel, ronde volumeborstel, een gladmakende haardroger met Kawanda effect en natuurlijk de filterreinigingsborstel. Maar het grootste verschil zit hem in deze 2 accessoires. De wide tooth comb en de diffuser. Met de kam met brede tanden, die helpt je bij je haar ontklitten en drogen. En je kan er zo'n hele vette 70s disco look mee creëren. Maar zelf gebruik ik hem liever om mee te drogen voordat ik ga stylen. En voor iedereen met krullen, een super dikke tip van mij. Dit is iets wat je echt moet toevoegen aan je haarroutine. Namelijk het gebruiken van een diffuser. Deze zorgt namelijk voor meer volume. Dat je krullen gedurende de week wat langer meegaan. En dat je krullen ook compact blijven. En alle Dyson Airwraps worden natuurlijk geleverd in een hele mooie opbergdoos. En ik moet zeggen, alleen daarom al wil ik hem heel graag hebben. Oké, nou dat was de Dyson Airwrap line-up. Mijn conclusie is, ik heb hem natuurlijk al een tijdje gebruikt. Elke keer als ik mijn haar doe met de diffuser, merk ik echt dat mijn haar
niet uitdroogt en zijn vocht behoudt, maar dat ik wel krullen heb die bijvoorbeeld heel de week mee kunnen. Nou, dat maak ik niet heel erg vaak mee bij een föhn. Verder vind ik ook echt heel erg chill dat het een multistyler is. Dus welke haartype en welk haarstijl ik ook maar wil, dat kan ik hiermee creëren. Nou, dat was hem dan voor deze video. Heb je nog vragen voor me? Laat het even weten in de comments. Heb je nog curly hair tips nodig? Laat het ook weten in de comments. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Joejoe!